BIM staat voor Building Information Modeling. Binnen het project Leidsche Rijn Centrum wordt al het tekenwerk virtueel in BIM uitgewerkt. Het CBB controleert de werktekeningen digitaal middels de SODI Reviewer, waarbij Mark van Rietschoten voor dit project het voortouw neemt. Het basismodel is door HFB vervaardigd. Rob van Dorp en Marcel Koppelaar geven hun visie. Zeker voor zo'n groot project als Leidsche Rijn, dat je dozen, technische bouwtekeningen, dozen, constructieve tekeningen en dozen, tekeningen over installaties. En nu, we genereren een technisch gebouw in een virtuele omgeving. En dan brengen we BIM naar de bouw. Nou, ik heb het net gehad over de opbouw van de modellen. We zullen even laten zien hoe die opgebouwd zijn. Dit is het totale model. Alle buitenkanten, alle gevels, alles zit ook in een aparte laag. Dit is het model van de constructeur en dit is het model van de installateur. Ja, hier zitten alle installaties in die tot nu toe uitgewerkt zijn. Bij de controle zijn alle modellen samengevoegd. Mark legt het basisprincipe uit. Een aantal basisprincipes te kunnen laten zien in het 3D-model. Je kunt inzoomen, je kunt gebouwen van links naar rechts verslepen over je scherm. Een mooie functie is ook het spinnen. Ja, dus je draait om het gebouw heen. We kunnen ook een doorsnede maken, zowel horizontaal als verticaal. In dit geval even een verticale doorsnede laten zien. Dan klikken we een vlak aan waarover we het gebouw willen doorsnijden. Dan kunnen we gewoon het gehele gebouw op deze locatie doorsnijden. Zodat je kunt zien, nou, op een bepaalde plek hoe onderdelen langs elkaar gaan. Hoe zit dat nou? Hoe zit het in de vloer gestort? Past het allemaal? Naast de basis legt Mark uit hoe je met verschillende modellen kunt werken. Nou, de opbouw vanuit het ontwerp van dit coördinatiemodel is in eerste instantie uit 3 verschillende IFC-modellen opgebouwd. Wat onder andere bestond uit het coördinatiemodel van de complete onderbouw. Dat was dan het stukje wat de constructeur in dit geval ontworpen heeft. Vervolgens komt er per bouwblok een compleet bouwkundig model en een installatiemodel daarbovenop. Dus bijvoorbeeld om te laten zien wat voor installatie er in dit gebouw zit, nou, kunnen we dat op deze manier in beeld brengen. Vervolgens in de uitvoering gaat iedereen aan de slag met zijn eigen stukje. Dus de installateur die gaat een rioleringssysteem op basis van dit ontwerp bedenken. De prefab wordt uitgewerkt. Mark gaat wat dieper in op bijvoorbeeld de prefab betonelementen. Een mooie eigenschap van het systeem is dat van elk onderdeeltje is alle informatie, in dit geval een stukje prefab. Dat is een prefab wandje of een prefab gevelband. En dan kun je links onderin precies zien dat het een onderdeel van Hoco is. Op welke plek zit het? Zit het op de begane grond, op de verdieping? Hoe hoog, hoe dik? Welke materialen betreft het? Alles staat vermeld in het systeem. Als we wat verder binnen het model inzoomen, kun je in detail virtueel al zien of dat de door de onderaannemer aangeleverde onderdelen goed op elkaar aansluiten. Mark legt dit voor de prefab betonnen gevelbanden toe. Nou, in deze gevel zijn de betonbanden nogal dominant aanwezig. Lopen door van afdekkers naar gevelbanden. En ja, sluit het allemaal netjes op elkaar aan. Dan zoom je tot vrij ver in het hoekje in. En zie je, past het allemaal op elkaar? Zitten er nog openingen? Kloppen de schuintes wel met elkaar? In dit geval zien we dus dat het niet helemaal op elkaar past. Naast de viewer is er ook een module communicatie. Mark legt uit wat de mogelijkheden zijn binnen deze module. We zien hier dat we in het model zelf zitten. Maar als we naar het communicatieonderdeel gaan van het systeem, dan ja, kan je bijvoorbeeld het systeem laten zoeken naar alle conflicten die er zijn. Dan zie je aan deze kant zijn allemaal genummerde conflicten die er in het gebouw zijn met betrekking tot installaties. Je klikt een onderdeeltje aan en je komt in het 3D-model. Dat hier zit bijvoorbeeld een rioleringsbocht in een draagbalk. Nou, dat wil men niet. Dus moet er een andere oplossing gezocht worden. Een ander onderdeel.
Een stukje verticaal riool wat dwars door de balkwapening heen gaat. En zo kan je het systeem al deze conflicten laten opzoeken. En kan je dat dan ook van tevoren oplossen. Mark heeft laten zien dat er binnen dit project een start is gemaakt met het virtueel controleren van de diverse modellen aangeleverd door de aannemer, constructeur, installateurs en onderaannemers. Het werken binnen BIM zal zeker in de toekomst steeds meer een normaal proces worden.